ik krijg heel vaak comments over hoe mijn nagels eruit zien. En helaas is dat vaak de comments waarin ik nog nepnagels had. Dit zijn op het moment mijn eigen nagels. Ik draag nu iets minder dan een jaar geen nepnagels meer. Omdat ik het zelf niet meer kan doen vanwege mijn rug helaas. Dus dit is in iets minder dan een jaar zijn mijn eigen nagels dan. En zoals je kan zien zijn er veel verschillende lengtes. Nou wil het eigenlijk zo dat mijn wijsvingers en mijn ringvinger, of mijn middelvinger, sorry, dat die vaak afbreken. En dat is nu ook het geval. Deze zijn het kortst. Het langste zijn eigenlijk altijd mijn duim en mijn pink op de een of andere manier. Maar omdat ik nu mijn nagels echt moet gaan doen, leek het me leuk om te laten zien wat ik altijd doe bij mijn nagelroutine. Nou, dit zijn mijn nagels nu. En zoals je kan zien is mijn nagel ook gewoon gigantisch gechipt en lelijk. En dit zit er al ruim een week op zonder dat ik er iets aan heb gedaan. En ik ga vanavond weg. Dus het leek mij leuk om het aan jullie te laten zien. Wat ik als eerste ga doen is gewoon met een watje, en hier zit nagellak remover in, ga ik mijn nagellak eraf halen. Zo, al mijn nagellak is eraf. En dan kan je wat beter mijn nagels zien. Dus nu ga ik beginnen met ze te verzorgen. Ik heb hier eigenlijk een bakje en daar zitten al mijn nagelfijlen in. Ja, het zijn er nogal veel, maar dat heb ik nog overgehouden aan mijn nageltijd. Dan zit er mijn nagelverharder in. En zo'n... deze kant... Ik kom gewoon even niet op de naam. Deze kant is om je nagelriemen naar achter. Oh, dat zie je niet echt. Zo zie je het beter, denk ik. Echt licht. Dit is eigenlijk met een soort van puntje. Je kan je onder je nagelriemen troep vandaan halen. En deze kant, misschien zo, is zo'n nagelriem. Pusher, zeg maar, om je nagelriemen mee naar achter te duwen. Dus daar ga ik dan ook allemaal mee beginnen. En wat ik dan doe is, ik pak gewoon een vuil watje. En die maak ik eigenlijk een beetje kapot. En dan draai ik dan dat puntje ermee in, zodat het watje, zeg maar, om dat puntje heen zit. Heb je trouwens nou niet zo'n apparaatje, kan je ook gewoon een normaal bokkenpootje gebruiken als je dat wel hebt. Dit is gewoon een professionele. En een beetje troep onder je nagels vandaan te halen, kan je ook gewoon een satéprikker gebruiken. En dan kan je dat puntje ook gewoon in het watje doen. Dus wat ik doe is, ga gewoon onder mijn nagels, ga ik gewoon troep weghalen. Ik doe dit eigenlijk altijd, ook al heb ik er geen troep onder zitten. Maar dan reinig ik toch ook de onderkant. Dus daar ga ik helemaal langs. Ik haal dan meestal toch altijd wel wat weg. En als het stukje nou vies is, schuif je het... Oh, ik heb het heel strak gedaan. Schuif het er gewoon af. Die gooi ik weg. En dan pak ik gewoon een nieuw stukje. En dan doe ik gewoon weer hetzelfde. Dan is het tijd om een nagelriemen naar achter te duwen. Dat is ook echt iets wat ik altijd doe. Nou, heb je daar speciale olies voor je nagelriemen, dat zachter wordt? Nou, die van mij zijn vrij zacht. Mocht je nou geen speciale nagelriemolie hebben, kan je gewoon iets van handcreme gebruiken. Ik heb op dit moment deze. Kijk hoe cute deze is. Ik heb deze van mijn vriend gehad, een uiltje, waar het ook volgens mij bij de Kruidvat. En hier zit dan de handcreme in. Dus wat ik dan doe is, ik pak gewoon een beetje handcreme. Ik doe het even over de toppen van mijn vingers. Oh. En wat ik dan doe is het even gewoon op mijn nagels smeren. En dan de rest van mijn hand. Dus ik pak even alle twee. Handcreme sowieso, dat vind ik heerlijk om te gebruiken. Ik smeer mijn handen er gewoon wat meer mee in. Nog even goed over mijn nagelriemen. Dan pak ik mijn apparaatje, mijn tool, en dan ga ik gewoon mijn nagelriemen naar achter duwen. Heb je nou echt helemaal niks waarmee je dit kan doen, probeer het dan gewoon voorzichtig met je andere nagels.
Nou, ik doe dit dus regelmatig. Dus bij mij zijn ze heel makkelijk naar achter te duwen. Zo, dan heb ik dat gedaan. En dan zat er op dit laatste watje niet zo heel veel nagellakrestjes. En wat ik dan doe is, ik ga weer met dat watje. Of je kan natuurlijk ook gewoon een schoon watje pakken. En dan ontvet je wel even je nagels. Want anders dan houdt dadelijk alle nagellak niet. Even de handcreme daar afhalen. Zo, dan hebben we dus nu nagellak eraf gehaald, nagelriemen erachter geduwd en troep onder de nagels vandaan gehaald. Wat ik dan eigenlijk ook echt altijd doe, is even een veldje langs mijn nagels halen. Zou je denken, waarom? Ja, dat weet ik. Dit is eigenlijk een tik, maar ik voel altijd haakjes of een dingetje voordat ik ga bijten. Ik voel altijd nagelgebeten, dus ik vel ze dan altijd nog eventjes. Ik wil ze zo lang laten groeien dat ik ze weer in een punt kan vijlen. Dat vind ik gewoon heel erg mooi. Sommige nagels kan dat. Helaas sommige niet. Ik heb trouwens zo'n vel. Dit is een van mijn favoriete vellen. Het is gewoon een soort van grovere zandvel. Deze kan je kopen bij de nagelgroothandel of iets in die richting. Je hebt ze bijvoorbeeld vaak ook op de markt liggen, waar ze ook wel eens nagelspullen verkopen. Daar liggen dit soort vellen. Maar ik heb ook gewoon dit soort vellen die ik heb gekocht bij de Primark. Die zijn niet zo heel grof. Dus het is maar net wat je wil gebruiken. En ik vind zo'n grove vaak wel fijn. Dus ga ik gewoon even langs. En voor de mensen die niet weten hoe je moet vijlen. Je moet altijd naar het midden toe vijlen. Omdat de nagel zo is opgebouwd. Dus hou daar rekening mee. Dus ik ga er gewoon even langs. Haal scherpe. Iets naar achteren. Ik haal er scherpe randjes vanaf. Ik vijl het gewoon weer netjes. Zo, nagels zijn geveld. Dan gaan we verder. Ik gebruik nagelverharder. Dit gebruik ik als basislaag. En waarom ik dit gebruik is omdat ik dus jaren nepnagels heb gehad. En mijn nagels waren gewoon heel erg slap. Dus ik heb nagelverharder gekocht. En dit is Nail Hardener Extra Strong. En dit is van Herome. Maar je hebt natuurlijk van allerlei merken heb je nagelverharder. Dus kijk gewoon een beetje wat binnen jouw budget ligt. En dan kan je dat eventueel gebruiken. Dus dit ga ik nu een laagje aanbrengen. Zo, mijn nagelverharder is helemaal droog. Dat gaat vrij snel. En dan is het nu tijd voor nagellak. En zo ga ik vandaag voor deze kleur. Dit is toevallig 60 Seconds. Maar deze is van Rimmel. En dit is de kleur... Dit is nummer 873, Breakfast in Bed. Is een mintkleur en ik ben echt dol op deze kleur. Deze is bijna op en ik heb alweer een nieuwe in voorraad. Dus nu ga ik gewoon mijn nagels lakken met een kleur. Zo, de nagellak zit erop en dan ga ik het van dichtbij laten zien. Ik hoop dat je het kan zien. Zoals je kan zien is mijn eerste laagje niet mega netjes en niet mega dekkend. Dat komt omdat ik altijd mijn nagellak in dunne laagjes doe, ook al is het 60 seconds. Ik doe altijd dunne laagjes, zodat dat beter droogt. Dus de eerste laag is eigenlijk gewoon een soort basislaagje van kleur. Ik breng hem wel volledig aan, maar als het wat meer streperig is of niet zo heel dekkend, is dat niet erg, want dan kom ik dadelijk bij het tweede laagje. Ik laat dit nu drogen en dan ga ik dadelijk weer de tweede opzetten. Nou, ik heb even mijn nieuwe flesje erbij gepakt, want die andere die was toch wel op en die bracht niet meer zo lekker aan. Dus even schudden. Dat doe ik altijd eigenlijk met een nieuwe. Waarom weet ik niet, is een tik denk ik. En dan is het tijd om laag 2 aan te brengen. Deze doe ik wel wat dikker. En ja, tenminste dikker. Ik zorg ervoor dat hij nu helemaal dekt uiteraard. De tweede laag zit erop. Hij is nu gewoon mooi dekkend
En dit laat ik goed drogen. Zoals je kan zien heb ik op sommige stukjes, bijvoorbeeld hier in mijn nagelriem, om de hoekjes gewoon mooi mee te pakken. Dat laat ik gewoon even zo allemaal drogen. En laat ik dadelijk zien hoe ik dat weghaal. Dus ik ga nu even lekker een filmpje aanzetten. En ik laat het even op zijn gemakkie drogen. Nou, het tweede laagje is droog. En nu ga ik de restjes weghalen. Ik pak weer mijn tool en ik heb daar wat water weer omheen gedaan. En nu ga ik gewoon langs de randjes, als er wat zit, haal ik daar het overtollig nagellak weg. En dit kan je dan natuurlijk ook doen met een wattenstaafje, als je dat makkelijker vindt. Of sorry voor dat geluid, maar de buren zijn bezig. Dit kan je dus ook doen met het wattenstaafje of met een satéprikker met een beetje wat eromheen. En dan kom je gewoon heel mooi in die randjes zonder dat je je nagellak echt beschadigt. Als je dit hebt gedaan kan je natuurlijk nog topcoat aanbrengen. Ik gebruik dat eigenlijk bijna nooit. Waarom weet ik niet, maar ik gebruik het bijna niet. Misschien omdat ik eigenlijk om de dag, om de twee dagen mijn nagellak eraf haal en een nieuwe opdoen. Misschien daarom, maar je kan natuurlijk als je bijvoorbeeld een nail art hebt gemaakt, wat dan ook, alles protecten weer met een topcoat. En dat is het. Dit is mijn nagellak of mijn nagelroutine. En hierdoor, door deze routine, groeien ze eigenlijk gewoon zoals je kan zien. Vooral deze twee die groeien mooi. En dat duimen. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Mocht je nog vragen hebben, laat het mij gewoon weten. Dan wil ik jullie in ieder geval super bedanken voor het kijken. En als je mij verder wilt volgen, kan dat natuurlijk op Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en Kiwi. En daar kunnen jullie mij vinden onder Simdes Beauty. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video een duim omhoog. Dan zie ik jullie volgende week maandag weer. Doeg!